even openen. Ja. Door. Door. Doorlopen. Hallo, ik zie jullie nou pas. Ja, nou, sorry dat ik een beetje laat in Zoom, maar in ieder geval, het is al 3 uur geweest. Maakt dat van niet uit. Nee hoor, het is zondag, dat moet kunnen. Maar ik wens jullie wel weer een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En over de beesten gesproken, eentje heb ik opgesloten, want ik ga straks weer lekker even wandelen. Ja. Waar naartoe? Weet ik niet. We zien het wel. Ik neem jullie even goed wel weer mee. Maar ja, jullie zijn tegenwoordig altijd mee. Dus ja, als ik iets leuks zie, dan zal ik vloggen. Zo niet, hebben we pech. Ja, er moet wel wat leuks wezen. En ik weet het niet. Nee, er is toch niks aan momenteel, hè. Nee. Hé? Maar dan ga ik zo na mijn koffie, want ik heb koffie staan. Ga ik lekker eventjes lopen met ze. Ja, even genieten. Het is wel niet het hele mooie weer, nee. Het is skier, tenminste skier, scherpe lucht. Bewolkt, grijs, grauw. Maar niet koud, ik heb de tuindeur open. Rijker, die is gewoon, ja, die is buiten. Elwing werd als gewoonlijk weer bij mijn voeten. Ja. Die is niet bij mij weg te slaan. Dat hoeft ook niet, vind ik helemaal niet erg. Nee hoor. Hé meisje. Ja, kom je. Oh, komt er nog eentje aan gelopen. Ja. Ja. Dus ja, zo van die doende gaan we straks lekker eventjes gezellig. Lekker aan de wandel. En als we wat zien, dan vlog ik. Zie ik niks, vlog ik niks. Nee, ik kan er ook niks aan doen. En ja, ding, dat moet ik ook weer in elkaar zetten, weet je. Want die zit in een tas, die statief zit in een tas. Dus ja, eer dat je alles gepakt hebt, is het leukste ook weer verdwenen. Maar ja, ik doe mijn best. Meer dan dat kan ik niet doen. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Hè, ja. En dat ga ik ook doen. Dus tot later. Doei! Ja. En dan lopen we toch gezellig, hè? Ja, heerlijk. Ze trekken enkel wel een, af en toe een beetje. Maar dat moet allemaal ook kunnen. Dus ja, enkel er valt niks leuks te bespeuren en te doen. Helemaal op een jendo, gewoon in een normale straat. Ergens op een plekje van de aarde. Ja. Hé? Door, door, doorlopen. Goed zo. Ja. Dus ja, zo. En dan gaan we naar het einde van de weg rechtsaf. Helemaal aan het einde. En dan gaan we zo weer door het centrum naar huis. Daar heb ik een hele tip op gehad. Dus ik zou zeggen, tot straks lieve vrienden, als we weer thuis zijn. Ja zo lieve vrienden, daar zijn we weer. We zijn eindelijk weer thuis. Lekker bakje koffie en ik heb eventjes kaasknabbeltjes. Ja, ik ben back af. Meer dan 3 kilometer weer gelopen. 3,35 zoiets. Dat, ja. Ik ben tevreden, ik heb onderweg heel even gevlogd, oftewel gefilmd, gewoon in een willekeurige straat. Ik denk, ja, laat ik het allemaal even doen, maar ik heb niet die statief erbij gepakt, gewoon mijn camera, eventjes een stukje gelopen en klaar. Ja hoor, dat, ja, ik ben nou back af, het is nou even bijkomen, rustig aan en ik heb nog een stampetje peen en uien, die maak ik straks klaar en ik heb vlees klaarleggen, dat kan ik bakken en dan... Ik kan ook weer eten, ja toch? Ja. Elwing legt achter me op de grond. En Rijka legt op de bank.
Die is uitgeteld. En die is ook uitgeteld. En ik heb de deur op een kindje open. De kandel is buiten. Dat was er even erin, eruit, erin, eruit, erin, eruit. Ik zeg, nou blijf je er maar even uit. Want het heeft geen zin om iedere keer maar lastig te zijn. Want dan kom je er ook niet. Nee toch? Nee. Maar in ieder geval, het is nou lekker rustig. Ik heb even het een en ander doorgezet naar Karin en Mary en nog iemand. De route waar ik gelopen heb. Altijd leuk, ja. Ik zal er ook eens tussen doen wat ik gelopen heb. Ja, is ook misschien voor jullie wel leuk om dat eens een keer te zien. Nou oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie namiddag. Dat ga ik ook nog even lekker doen. En ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten. Het zal wel vanavond worden. Ik heb nu geen zin in. En omdat ik er geen zin in heb, doe ik het nou ook. Nee. Ik ga lekker iets even. Time out. Rustig aan. Zo moet dat. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet. En tot later. Doei, doei. Zo, we zijn weer thuis. Ja, ik ben net weer even een klein blokje om geweest. Klein blokje hoor. Het blokje wat ik altijd ook met Rijka deed. Dus ja, ben er door weer terug. Vanmiddag zo'n grote blok gehad en niet al te vroeg thuis. Dus Rijka, laat dat. Moet je nou zien wat je doet. Die hele bank over de hartjes gegooid. Hé, hey. Ja. Wat? Wat moet je nou? Denk je om je jurk met je nagels? En mijn broek? Hé? Hey? Ja, moet je kijken wat je gedaan hebt. Dat doe jij, hè? Moet je nog kijken naar dat laken. Oh. Dan moet er een schone ook op, hè? Ja, boefje. Ja, jullie binnen een boefie. Hoe vooral jij? Hé? Ja. Ja, godverdikkie. Hé? Ja, nou? Of niet dan? Belhameltje. Dit is mijn belhameltje, hè? Hé. Hey. Neem het voorbeeld, is een Elwing. Jij bent hier al langer in huis dan het Elwing is. Hé? Hey? Ja, te ootel ben je lief voor. Kusje. Kusje, 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 kusje. Kus. Krijg ik een kusje? Dank je, schat. Hé, nou mag ik Elwing ook even? Hé, jij, je bent ook lief voor. Ja, je geeft geen kusjes, hè? Nee. Oh. Hé, allebei lief. Allebei lief, allebei lief, allebei lief. Ja, allebei lief. Ook Gandalf is lief. Ja hoor. Maar oké, kijk. Terwijl ik weg was, heb ik die aan het... hoe heet dat? Aan het uploaden geweest. En nu moet het nog naar YouTube toe. Dus het komt allemaal wel weer goed. Ja toch. Dus dat gaan we even doen. En daarna ga ik mijn eten... mijn vlees bakken en mijn eten opwarmen. Ja, en dan ben ik het wel weer zat. En ik moet nog met Facebook aan de gang. Ja, niet dat ik naar Facebook toe moet, maar ik moet 3 zilver awards maken voor 3 heren. Ja, ik zeg geen naam, want stel je voor dat ze gaan kijken. Ja, dat moet, maar nee. Nee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En... een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ik ga de televisie ook aandoen. We zien wel wat we gaan beleven. Ja toch? Ik zou zeggen tot later. Doei. Ja, lieve vrienden. Ik kom maar eventjes nog retour om jullie natuurlijk een welterusten te wensen. Want er is een tijd voor komen, er is een tijd voor gaan en er is een tijd voor slapen te gaan en te wandelen gaan met mijn 2 hondjes. Ja, dat moet ik nog doen. Dus ik ga zo eventjes nog lopen en daarna gaan we lekker naar boven. Ja, lekker slapen. Naar Dromenland. Hé? Naar Dromenland.
Zien jullie? En ze ligt daar te dalen. En daar hebben we Rijka. Daar is. Dus ja, zo van die doende. Dat gaan we dus gewoon doen. En dat komt allemaal wel goed, maar later heb ik hier ook al staan. En, ik zal mij warm maken, weet je, want het is, was aan het begin van de avond al behoorlijk koud. Ik heb mijn handschoenen vanavond aan moeten hebben, terwijl het vanmiddags lekker warm was. En we gaan lopen, schatje. En Rijka, die is nog aan het braken geweest. He, die was zo beroerd. Ach, het arme kind. He. Ja, oh, toch. Dus ja, ik doe mijn sjaal. Oh, kom maar. Oh, meisje. Doe dat. Mag ik dan even mee? Huh? Zo. Ja, even meewerken, kind. Nee, dat is mijn sjaal even lekker rond en mijn warme jas aan en dan lekker lopen en een stukje om. Ja, niet te groot in het hoor, midden in de nacht, nee. Hé, dat doen we niet, hè. Nee. Dat gaan we gewoon eventjes doen en daarom komen wij jullie eventjes wel terug toe te wensen. En morgen natuurlijk gezond doen opstaan. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot morgen en wel gezond opstaan, hè. Wel doen, hoor. Want anders mis ik jullie. Wij komen ook, ja. Want Astrid, die komt weer, hè. Hey, jij. Astrid komt ook weer, hè. Jij. Astrid komt ook weer. Dus ik zou zeggen, gewoon weer gezond opstaan. Meer niet. En natuurlijk vrolijk zijn, ja. Weer of geen weer. Vrolijk zijn, dat maakt je blij. Ja, en niet alleen jezelf, maar je maakt ook een ander er weer blij mee. Doei!